Prachtig, lieve mensen. Het is dinsdag 14 juli. En we hebben een nieuwe voorzitter in het parlement. Niemand minder dan Marinus B. Geweldig, Marinus. Luister nou, vrienden. Ik vergeet bijna te zeggen, Paramaribo, groet u, of had ik het al gezegd? Ik ben zo blij en zo super. Kijk. Overal, in alle kranten en iedereen die spreekt, de DNA-leden, de vicevoorzitter van DNA. Vol lof over de man zijn karakter, zijn integriteit, zijn deskundigheid, zijn wil tot overleggen, zijn het beheersen van zijn emoties, een liefdevol mens met kennis en kunnen. Die kranten staan er vol van. Marinus, ik applaudisseer voor je. Ik wist het wel. En dit is een van de meest verstandige besluiten die de ABOP tot nu toe heeft genomen. En ik moet u zeggen, u moet goed luisteren en ook Ronnie moet goed luisteren. Er heeft niemand iets gezegd over Unawani Marinus B. Er heeft niemand iets gezegd over Unawani Wamarong. Wat je hebt gezegd, dat neem ik je zeer kwalijk, Ronnie. En je zal nog steeds je verontschuldigingen moeten aanbieden aan die hele gemeenschap. Want niemand in Suriname heeft iets tegen Marons. We omhelzen Marinus B. En nog een keer, we omhelzen ook Edward Belfort, Diana Poki en mijn andere jonge vrienden die hun best doen om het land vooruit te brengen. De ABOP is een hele goede partij wanneer het hier om gaat. Maar kom niet meer met allerlei valse argumenten. Want daar gaat het niet om. Ik feliciteer Suriname. Marinus, je gaat een goede job doen. Dat weten we allemaal zeker. Go on, my friend. Go on.